Goedemiddag iedereen. Welkom in het Vlaams parlement. Welkom ook aan onze nieuwe voorzitter van het Vlaams parlement, mevrouw Lisbeth Homans. Welkom aan minister Dalle, nieuwe minister, coördinerend minister voor kinderrechten. Welkom aan de volksvertegenwoordigers die vandaag komen luisteren. Een heel warm welkom ook aan Christel Verbeke. Christel is de voorzitter van ons overleg- en adviesorgaan. We hebben vernomen dat ze haar engagement met volle goesting blijft verder zetten de komende tijd voor kinderrechten, wat ons heel erg blij en dankbaar maakt. Dank je dat je kon komen. Ik weet dat je het heel druk hebt. Ik ben heel blij om jullie hier vandaag te mogen ontvangen op deze 30ste verjaardag van het kinderrechtenverdrag. Toch niet zomaar een dag. Het heeft al heel wat gecirculeerd op sociale media. Ik ben echt heel blij dat we deze dag ook hebben uitgekozen. Niet alleen ik. Ook mijn team is enorm verheugd dat er zoveel mensen opnieuw komen luisteren naar alle signalen, vragen, bedenkingen, ervaringen die wij binnengekregen hebben van kinderen, jongeren en de volwassenen rond hen. En onze bevindingen die we daarop gebaseerd hebben dit jaar. Er is duidelijk heel veel aandacht voor kinderrechten en dat is goed. Er is aandacht voor bij het beleid, niet alleen bij het beleid, ook bij het werkveld en de praktijk. Velen onder jullie zijn dagelijks bezig met het maken van de vertaalslag van dat kinderrechtenverdrag naar de realiteit van kinderen vandaag. Ik ben vorige week naar een studiedag geweest van KEKI, het Kenniscentrum Kinderrechten, waar eigenlijk een hele dag besteed werd aan het presenteren van onderzoek over allerlei domeinen, gemaakt echt vanuit de stem van kinderen en jongeren, met hun volle participatie. Mooi om te zien. Het is dus hoopgevend voor de toekomst van ons onderwijs, hoopgevend voor de toekomst van onze jeugdhulp en hoopgevend voor onze opvang en zorg dat we zoveel bezig zijn met kinderrechten. Het is voor mij ook een speciale dag. Ik ga dat niet verstoppen. Het is de verjaardag van de kinderrechten, maar het is voor mij ook de eerste keer dat ik ons jaarverslag aan jullie mag voorstellen. Toch niet niks. Ik ben heel blij. Het is fijn om te zien dat de twee vorige kinderrechtencommissarissen, mevrouw Ankie van de Kerkhoof, ik ben eventjes aan het zoeken waar ze zit, en meneer Bruno van Opbergen, de vorige, dat die hier vandaag ook aanwezig zijn om te komen luisteren. Een heel warm welkom ook aan jullie. Als nieuwe kinderrechtencommissaris wil ik natuurlijk weten in de eerste plaats wat er leeft bij kinderen en jongeren in Vlaanderen. Ik ben dan ook meteen na mijn start in september gestart met een oproep naar scholen om te werken rond het recht op inspraak, artikel 12 van het kinderrechtenverdrag. We hebben daarin gevraagd, in die oproep, aan kinderen en jongeren om hun mening te geven, om hun stem te laten horen en hun ervaringen met ons te delen op het vlak van inspraak. Op school, thuis, in de sportclub, in de vrije tijd. Wij hebben prachtige getuigenissen binnengekregen. De deadline was vorige week vrijdag. We gaan daar zeker nog van alles mee doen, want daar zit echt een schat aan materiaal in. Kinderen hebben getuigd en masse. We hebben meer dan 100 inzendingen gekregen over heel veel verschillende thema's. Gaande van de kleine dingen, het eten dat thuis op tafel komt, hoe voel ik mij in de klas, de huisdieren, als jongste van 3 niet zoveel te zeggen hebben als uw grote zus en broer spreken. Als over hele grote thema's en hele ingrijpende thema's, zoals uitsluiting, racisme, pesten. Een heel scala dus. Ik wil jullie nu, om bij wijze van startschot van deze presentatie, toch alvast een filmpje tonen dat wij gekregen hebben van de school De Regenboog en dat toch wel heel mooi en illustratief is. Ik vind het leuk dat ik van mijn ouders zelf mijn nationaliteit mag kiezen. Dat ik mag zeggen dat ik Turk ben en dat ik ook mijn paspoort mag veranderen naar Belgisch en dat dat niet Bulgaars blijft. Mijn ouders die zijn gescheiden geweest. Ze hebben wel deels aan mij kunnen vragen wat ik eigenlijk wou hebben, hoeveel dat ik zou zien en zo. Ik mag mijn hobby's zelf kiezen. Ik praat met mijn mama en mijn papa dat ik welke richting mag doen op school. Ik mag zelf meebeslissen over mijn uiterlijk, bijvoorbeeld wat ik aantrek en wat ik met mijn haar doe. En ik zat in de leerlingenraad en mocht ze ideeën geven en mocht ze problemen proberen oplossen voor dingen op school. Er werd naar mijn mening geluisterd toen ik mijn middelbare school mocht kiezen. Ik was bij onze brugfiguur en ze had tijd voor mij om naar mij te luisteren en hielp mij problemen oplossen. Wonen in Griekenland.
Mijn ouders willen graag naar België om te komen. En ze hebben de beslist gepakt. En ze hebben dan besproken met mij en mijn broer als we willen graag om België om te wonen. Ik had flaporen vroeger. Mijn 6 jaar hebben ze mij daaraan laten opereren. En toen ik in het ziekenhuis lag, hebben ze mij alles uitgelegd en gevraagd of ik het goed vond dat ze dat deden. Mooie getuigenissen. Heel divers ook. Het is een dik verslag geworden opnieuw, ons jaarverslag dit jaar, vol met signalen, problemen en bezorgdheden van kinderen en jongeren en hun belangenbehartigers, die ook gelukkig de weg vinden naar ons. De titel van ons jaarverslag is Kinderen en jongeren willen echt gehoord worden. In het werk van het afgelopen jaar hebben we helaas gemerkt dat het toch vaak, te vaak, nog niet het geval is. Het raakte me in hun getuigenissen en in de klachten die we kregen dat ze vaak nog geen gesprekspartner zijn voor de volwassenen rond hen. Zeer illustratief hier zijn de leerlingenmarsen die het voorbije jaar plaatsvonden en waarbij duizenden leerlingen op straat kwamen om hun stem te laten horen over het klimaat. Maar ook individueel zijn er kinderen en jongeren die weg van het grote publiek de weg naar ons vonden om hun ervaringen met ons te delen en om te vragen om gehoor te krijgen. Zo denk ik aan een meisje, een jong meisje nog, die contact opnam met onze klachtenlijn met de boodschap dat er thuis heel veel geweld was, dat het zo eigenlijk niet langer kon, maar dat ze niet wist wat ze met haar verhaal moest doen en dat ze vreesde dat niemand haar zou geloven. Gehoord worden, de titel van ons jaarverslag, is ook tijdig gezien worden en geloofd worden. Het is in naam van deze kinderen en jongeren dat ik mij vandaag tot u richt. We merken in ons werk dat wanneer kinderen niet gehoord worden, dat ze daar bang en boos van worden en dat ze een gevoel van onmacht en verwarring kennen. Volwassenen rond hen hebben vaak allerlei argumenten die ze dan aanhalen waarom er niet geluisterd is geweest of waarom dat daar geen tijd voor is. Men zegt, de beslissing moet te snel genomen worden, kinderen zijn te jong, kinderen weten niet wat in hun belang is of wat in hun eigen bestwil is. Wij beweren het tegendeel. Kinderen weten zeer goed wat zij willen, weten zeer goed, zij zijn de ervaringsdeskundigen, wat ze nodig hebben. Ook kinderen jonger dan 12 jaar weten dat vaak zeer, zeer goed. Kinderen hebben extra rechten, puur en alleen omdat ze minderjarig zijn. Ze moeten beschermd worden, want ze hebben nog niet de capaciteiten om ten volle voor zichzelf op te komen. Kinderrechten, vandaag is het de 30e verjaardag, zijn universeel en niet onderhandelbaar. Maar elk kind is wel verschillend. Elke situatie is verschillend. Dus elke keer opnieuw zal het zaak zijn om van die algemene rechten een concrete vertaalslag te maken in de individuele situatie. En als we dat goed willen doen, gezien elk kind verschillend is en elke situatie, moeten we kinderen opnieuw centraal zetten. Goed luisteren naar wat zij ons te vertellen hebben. Zij vragen om betrokken te worden bij beslissingen die hun leven aangaan. Ze willen graag de touwtjes in handen hebben. En vaak merken we dat als we naar hen luisteren, dat zij andere wegen openen om tot oplossingen te komen. Ik denk hierbij speciaal aan Mieke. Zij getuigde op onze studiedag over afzondering en isolatie. Ze vertelde over de pijnlijke eenzaamheid die ze voelde als ze weer eens in de afzonderingsruimte van de instelling moest. Ze is nu 21 jaar en ze ziet het als haar missie om echt gehoor te vinden voor alle jongeren die in afzondering en isolatie geplaatst worden. Ze omschrijft zichzelf als een jongerenvertegenwoordigster en schuimt scholen af om haar verhaal te vertellen. Ze hoopt andere jongeren bewust te maken, maar ook kracht te geven. Mieke vond in het verleden gehoor bij een begeleider die stil stond en met haar praatte. Dat zorgde voor een kantelmoment in haar leven. Mieke, haar verhaal, toont hoe belangrijk professionals zijn. Leerkrachten, leerlingenbegeleiders, jeugdadvocaten, hulpverleners. Zij zijn cruciaal. Zij maken heel vaak op het terrein het verschil voor kinderen en jongeren, zeker als zij in een kwetsbare situatie zitten. Door echt te luisteren, door nabij te zijn, door stil te staan, door tijd te nemen voor het perspectief van het kind of de jongere in kwestie. Ik ga u vandaag meenemen en vertellen wat volgens ons de grootste knelpunten zijn. Ik ga dat niet alleen doen. We gaan jullie filmpjes en getuigenissen tonen van kinderen en jongeren die ook het woord gaan nemen en die rechtstreeks aan jullie gaan vertellen waarom zij het zo belangrijk vinden om gehoord te worden. We vroegen aan Jeff. Eerst gaan we het hebben over onderwijs. Even mijn draad kwijt. Ja.
Wij kregen 1218 meldingen. Ik was even mijn draad kwijt. Dat is het topje van de ijsberg. Geloof maar niet dat het dat is. Dat zijn de meldingen die tot bij ons komen. Het zijn de meldingen die ons bereiken. Wij moeten er absoluut alles aan doen om onze klachtenlijn verder bekend te maken, om ervoor te zorgen dat jongeren in een kwetsbare situatie zeker ook in de toekomst de weg naar ons blijven vinden. Die meldingen zijn dus het topje van de ijsberg, maar ze zijn wel van onschatbare waarde. Ze geven ons voeling met wat er leeft op het terrein. Ze geven ons letterlijk voelsprieten om te weten wat er leeft bij jongeren en wat hen beweegt. En het is onze taak ook van het kinderrechtencommissariaat om waar kinderen en jongeren op botsen, om dat aan te kaarten bij het beleid. We geven jullie hier een overzicht van een aantal cijfers, zodat jullie een beetje een zicht krijgen, ook een verdeling van de klachten die wij krijgen. Als we kijken naar de totaliteit van de klachten, 900-tal klachten komen van privépersonen. In de eerste plaats zijn dat ouders, grootouders, mensen die heel dicht bij de jongeren staan in zijn netwerk. Een 300-tal klachten komen van professionals. Die 900 klachten van privépersonen, daarvan komt 1/10 van minderjarigen, van kinderen en jongeren zelf. Dat zijn vaak natuurlijk kinderen die al een beetje ouder zijn en die de mondigheid hebben om ons te vinden en om hun verhaal te vertellen. Wat betreft die professionals, die 300, die komen uit zeer veel verschillende sectoren en ze vinden de weg naar ons. Dat gaat van onderwijs tot jongerenwelzijn, gezondheidszorg, de migratiesector, welzijn, kinder- en mensenrechtenorganisaties vanuit het middenveld, justitie en nog een aantal andere kleinere. Dat is heel gevarieerd. De helft van het aantal meldingen komt bij ons via de telefoon terecht, de andere helft via mail of via de website. Als we kijken naar de thema's, de meest gemelde thema's, waar ik het vandaag met u ook over ga hebben, zeker die grote drie blokken, dan zijn dat onderwijs als koploper, dus op de eerste plaats, gezin, dat is voor een groot stuk heeft dat wel te maken met echtscheiding en geweld, hulp aan minderjarigen, dat is zowel vanuit de jeugdhulp als uit de gezondheidszorg. En dan zijn er nog een aantal andere thema's waar wij ook heel wat klachten over krijgen. Jongeren die in een asielprocedure zitten, justitie en politie, vrije tijd, media en huisvesting. Op de meest gemelde, dus op die grote vier blokken ga ik straks, de grote drie ga ik echt meer in detail inzoomen voor jullie. Het kinderrechtencommissariaat onderzoekt de klachten die binnenkomen. Wij praten met alle partijen die betrokken zijn. Wij geven advies. Wij bemiddelen soms ook effectief op het terrein, in scholen bijvoorbeeld. Dat is een belangrijke. We gaan altijd ernaar streven dat er een concrete oplossing komt voor het kind in kwestie. Dus we blijven zoeken tot we een oplossing hebben die ja, de best mogelijke uitweg biedt uit het probleem. We praten met alle mensen die betrokken zijn, maar we zetten altijd het kind of de jongeren centraal. En we doen dat vanuit een onafhankelijkheid, wat fundamenteel is voor onze klachtenbehandeling. Ik zei het daarnet al eventjes, onderwijs is koploper. Dat wil zeggen, 31% van onze klachten komen uit die sector. Wij vroegen ter illustratie vandaag, we hebben Jeff van Hemelrijk uitgenodigd. Wij vroegen aan Jeff om ons een stukje van zijn leven en zijn onderwijservaring met ons te delen. Dus ik nodig Jeff uit om aan ons te vertellen hoe het voor hem liep tot nu toe. Dank je wel. Ik had een kort dingetje voorbereid. Ik ga dat even aan de kant gooien. Ik heb vroeger altijd al uitgekeken naar kunstschool doen. Ik denk dat dat een van mijn grote passies was, kunst in het algemeen. Ik wist al van vrij jong af aan dat ik dat wou gaan doen. Waardoor mijn lagere school en mijn eerste graad middelbaar vrij moeilijk waren, in de zin dat daar nog weinig kunst aanwezig was. Ik heb dan heel hard tanden gebeten om dan toch in het derde middelbaar mijn kunstschool binnen te wandelen. Ik had dan gekozen voor het Lemmens Instituut en daar moest ik een bindende oriëntatieproef doen. Dus een beetje een ingangsexamen. Van zodra ik dat had gedaan, mijn voorbereide stuk was heel erg goed gelopen. Een stuk dat ik niet had voorbereid en waarin ik in gesprek moest gaan met andere mede-acteurs, durfde ik nog niet echt mijn mening te uiten. Waardoor dat niet zo goed is gelopen en ik uiteindelijk een brief heb gekregen waarin stond dat ik best een andere richting koos en misschien ja, niet meer opnieuw kon proberen daar. Wat een beetje jammer was, want normaal gezien krijgen mensen altijd twee kansen daar. En dat had voor mij als kind wel een soort van bom doen ontploffen. Dan ben ik uiteindelijk in het kunsthumaniora in Hasselt, mocht ik daar toch beginnen. En hoewel ik dat ongelooflijk tof vond en de kunst mij enorm lag, had dat
probleem of incident bij het Lemmens mij toch ook pijn gedaan, waardoor ik uiteindelijk in een depressie ben beland. Ik ben ook opgenomen geweest in het ziekenhuis op dat moment om te werken aan mijn depressie. Van zodra dat ik daar naar de ziekenhuisschool moest, kreeg ik heel veel privéles. En dat lag mij enorm, want dan kon ik heel snel bijleren, veel vragen, meteen een antwoord krijgen. Waardoor ik eigenlijk enorm in mijn algemene vakken omhoog was gegaan qua punten en algemene dingen. Het enige probleem was daar dat in een ziekenhuisschool konden ze geen kunstleerkrachten regelen, waardoor ik uiteindelijk, omdat ik dan juist dat jaar kunst begonnen was, ik toch ben moeten blijven zitten. En ook dat heeft mij enorm pijn gedaan, omdat ik vrij goed mee was op school. Dan ben ik dat jaar daarna terug opnieuw in het derde middelbaar gestart. En dat deed niet zo fijn voor mij, in de zin dat ik alle algemene vakken al gezien had, zelfs tot in het vierde middelbaar met die privéles. Mijn kunst was dan het enige wat mij een beetje terug ophelderde. En uiteindelijk heb ik gezegd dat ik dan niet kon, dat ik een jaar wou overslaan. En ze hebben mij dan aangewezen om toch nog even een jaar door te zetten en dat het in het vierde middelbaar anders zou zijn. Dat was jammer genoeg niet zo. Mijn algemene vakken waren nog saaier, waardoor ik ook sliep tijdens de lessen, mijn boeken al invulde op de eerste maand en dan gewoon mijn hoofd neerlegde. Wat ook niet de juiste optie is, maar uiteindelijk heb ik dan gevraagd of ik toch niet kon proberen een jaar over te slaan. Nu was er het probleem dat daar een graad tussen viel, dus dat ze dat niet op school zelf konden regelen. Dan ben ik naar de examencommissie gegaan om daar mijn derde graad meteen te doen, zodat ik uiteindelijk in het hele traject nog een jaar kon overslaan. Zijn jullie nog mee? Ja? Oké, check. Als ik dan uiteindelijk dat jaar ook heb afgerond, dan kon ik terug een jaar in het kunsthumaniora starten, het zesde middelbaar, en zo ook mijn kunst afmaken. En in de examencommissie vond ik de examens eigenlijk heel gemakkelijk. Het zal deels aan mij hebben gelegen, maar dat deed mij ook enorm pijn, omdat ik heel mijn leven lang geknokt heb om die school te volbrengen, om dat diploma te halen. En dan dacht ik, als ik daar voor die examens zat, die had ik op mijn tweede middelbaar ook kunnen doen. Dan had dat een hele traject minder geweest of veel pijn gespaard. En dat maakte dat die laatste examens die ik moest gaan doen enorm moeilijk waren voor mezelf om mij daar tot te krijgen, naar daar te gaan en effectief ze af te leggen. En zo heb ik op mijn laatste examens gezegd dat ik het toch niet zou doen. En daarbij gekozen voor mezelf, in een van de eerste keren in heel mijn levenstraject. En daar ook gevoeld dat dat dan uiteindelijk mij een soort van vrijheid gaf waarin ik kon rusten, mij niet hoefde zorgen te maken over waar ik dan wel zou moeten staan, maar eerder blij zijn met waar ik al stond. En vanaf toen ben ik heel veel kunst gaan doen. En ik denk dat dat een beetje mijn leven en knelpunten zijn. Bij deze. Bedankt, Jeff, om jouw verhaal met ons te delen. Ik denk dat dat nog gaat nazinderen bij heel wat mensen. Het traject, moeilijke traject dat jij hebt afgelegd en toch de moed en toch volgehouden om ook in je kunststand te blijven geloven. We merken ook in onze klachten, in de meldingen die we krijgen, dat er eigenlijk heel wat jongeren zijn, zoals Jeff, die het soms moeilijk hebben op school en die op een of andere manier eigenlijk afhaken van de school op een bepaald moment in hun traject. Zo is er het verhaal van Felix. Felix is 16 jaar. Die de klachtenlijn mailt dat hij na de paasvakantie definitief uitgesloten werd van school. Ze verwijten hem ongepast gedrag. Hij beseft dat zijn gedrag te wensen overlaat. Maar niet zo erg dat het een uitsluiting kan rechtvaardigen. Zelf beschouwt hij zijn gedrag veeleer als een reactie op een gevoel van onrecht. Hij wil graag zijn jaar afmaken, bij zijn vrienden blijven. Als we praten met Felix, merken we dat op geen enkel moment in de school met Felix gekeken werd naar de oorzaken van zijn gedrag. Wat hem zo weerspannig maakte en nonchalant maakte en hoe hij daarmee kon omgaan om positiever te reageren. Na onze tussenkomst mocht Felix op school blijven onder strikte voorwaarden. Hij ging samen met zijn ouders zelf op zoek naar externe begeleiding en startte met wekelijkse gesprekken bij een psycholoog. Het verhaal is illustratief in die zin. Ik heb er nu één uitgepikt, maar zo zijn er eigenlijk heel wat verhalen van jongeren die tot bij ons komen en waarvan jongeren eigenlijk zeggen het sanctiebeleid op school is eigenlijk zodanig streng en ik heb eigenlijk nooit de kans gehad om eigenlijk uit te leggen waarom ik mij zo gedroeg in de klas. In oktober heb ik een aantal uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen ontvangen samen met hun ouders op het kinderrechtencommissariaat.
De ouders vertelden dat hun kinderen afhaken op school en ze als ouders thuis blijven en veel inspanningen leveren om zelf onderwijs te voorzien of daar anderen voor in te schakelen. Het gaat soms, ik was zelf echt verschoten ook toen ik met die groep kinderen sprak. Het gaat soms ook over kinderen van 7 jaar die al klaar zijn voor het niveau van het middelbaar, die Chinees volgen. Het gaat ook over jongeren van 14 jaar soms die klaar zijn om hogere studies aan te vatten en die door verveling en een onaangepaste leeromgeving soms zware mentale problemen ontwikkelen tot zelfs suïcidegedachten. Heel vaak heeft dat dan te maken met het feit dat die jongeren eigenlijk niet naar een hogere richting mogen omdat ze niet aan de formele diploma's in de regelgeving voldoen. Hun recht op onderwijs wordt volgens ons zwaar geschonden. Bovendien zijn die jongeren wel in gevaar en dat zijn er eigenlijk meer dan we denken. Ik denk verder aan kinderen en jongeren die on hold gezet worden door de administratieve procedure waar ze in zitten. Abdullah vertelde ons dat hij zich door het lange wachten moeilijk kan motiveren voor school. 594 dagen duurde de procedure bij de dienst Vreemdelingenzaken. 1219 dagen is hij al in België. Kinderen kunnen niet leren als ze zich niet goed voelen. Zoveel is duidelijk. Dat hebben we ook gemerkt in onze klachten. En je goed voelen op school begint bij gehoord worden, gezien worden en erbij horen. Onderwijs staat voor een hele grote uitdaging, om alle kinderen aan boord te houden. Ik denk dat we hier niet genoeg kunnen benadrukken hoe belangrijk leerkrachten zijn en leerlingenbegeleiders. Zij zijn eigenlijk degene die dagelijks in contact komen met die jongeren en die ook kunnen signalen opvangen, capteren, als het eigenlijk echt niet meer gaat met het kind of de jongeren in kwestie. Wij zouden scholen willen oproepen. Ik weet dat er scholen zijn die daar echt al werk van maken, maar we willen dat toch nog eens benadrukken hoe belangrijk dat is om achter het gedrag te kijken dat een kind stelt. Dus om het kind te zien achter het gedrag, om het kind te zien achter de leerling. Als je dan die gesprekken wat dieper laat gaan, merk je vaak dat er heel wat andere zaken aan de gang zijn en dat gedrag is een symptoom. Wij pleiten resoluut voor een intensievere samenwerking tussen onderwijs en welzijn. Die samenwerking kan ervoor zorgen dat leerkrachten zich voldoende ondersteund voelen om te gaan met jongeren die soms uitdagend gedrag stellen en kan ervoor zorgen dat eigenlijk alle kinderen in Vlaanderen die school lopen hun recht op onderwijs gerealiseerd zien. We pleiten ook voor het meer inzetten op flexibele trajecten. Dat is heel mooi, dat bestaat al. Alleen denken we, het moet misschien nog meer ingezet worden om alle jongeren aan boord te houden, om te vermijden dat jongeren echt afhaken en uit de boot vallen. En dat is nodig. In juni 2019 was er in de media opnieuw aandacht voor de stijging van tuchtmaatregelen in de lagere school. Het kinderrechtencommissariaat vroeg hier in het verleden al aandacht voor. We hebben gesproken met ouders en met jonge kinderen uit de lagere school die definitief uitgesloten waren van school. En we merken dat dat een heel zware stempel drukt op die kinderen en jongeren. Het gaat dikwijls over kinderen die nog niet 4 zijn, dat ze straf krijgen van de juf of dat ze gesanctioneerd zijn. Ze gaan school op een bepaald moment associëren met angst, stress en frustraties. En ook professionals hebben ons toen erop gewezen dat dat blijvende gevolgen kan hebben voor die kinderen. We moeten dat ten alle prijzen, ten alle kosten vermijden. Het is niet alleen scholen die dat alleen gaan kunnen doen. Het is een oproep naar scholen, het domein welzijn en ouders uiteraard ook, om daar genoeg oog voor te hebben. Dat voor wat betreft sancties op scholen en gedrag van kinderen en jongeren en wat daarachter zit. We merken in onze klachten, in de meldingen die we krijgen met betrekking tot onderwijs, dat er nog steeds ook te veel kinderen zijn die het moeilijk hebben door pestgedrag en uitsluiting op school. Er rust nog een taboe voor, zeker voor een puber of een tiener, om dat toe te geven thuis, op school, aan de vrienden of om daarmee naar de juf te gaan. We merken dat voor die kinderen en jongeren die dat voor zich houden, die daar dus niet over durven spreken, maar die wel dat gevoel hebben, dat ze eigenlijk, en dat ze dus niet gehoord worden, dat dat vaak diepe wonden slaat en dat dat psychologische klachten geeft en het niet meer kunnen functioneren op school. En wat niet helpt, is dan als er vanuit school gezegd wordt, trek het u niet aan. We zagen dat in een aantal meldingen dat dat gezegd werd. Voor die jongeren is dat natuurlijk op dat moment, dat is zijn wereld, is dat onmogelijk. Ik breng het verhaal van Lore. Lore is 17 jaar. Zij contacteerde ons via de telefoon en ze zei dat ze vorig jaar extreem gepest werd op school. Ze kreeg ongepaste opmerkingen, werd uitgesloten en bedreigd. De school haalde er een externe organisatie bij en de aanpak werkte. Maar in het begin van het nieuwe schooljaar begonnen de pesterijen opnieuw. Lore kreeg de raad er zich niets van aan te trekken. Ze ontwikkelt psychosomatische klachten en hyperventilatie.
De dokter houdt haar thuis, ze gaat niet meer naar school. Het is niet allemaal zo zwart als ik het voorstel, maar ik vind het heel belangrijk om het toch te zeggen. Opnieuw, dat pesten een probleem blijft. Er gebeurt al heel veel. Ketnet zet daar heel erg op in en de media. En dat is heel mooi om te zien. Er is het netwerk tegen pesten die echt stappen vooruit zetten ook. Er zijn heel wat scholen die van pesten en de strijd tegen pesten een prioriteit maken. Dus het leeft wel degelijk, dat merken we en dat horen we ook vanuit het middenveld. Toch blijven we pleiten voor een kenniscentrum. Geen dure, zware structuur, absoluut niet. Een kenniscentrum dat vooral een netwerk opnieuw is, waar dat scholen steun kunnen vinden in hun strijd tegen pesten, waar zij ook kunnen zien, ook vanuit internationaal onderzoek, wat werkt er nu echt, wat is hier evidence-based. En we zo op die manier pesten kunnen bannen uit onze scholen. Dat is een ambitie die wij toch naar voren willen blijven schuiven. Dat voor wat onderwijs betreft. Daarnaast hebben wij ook heel wat klachten gekregen vanuit de jeugdhulpverlening. Ik heb het dan niet alleen over jongerenwelzijn of VAPH voor personen met een handicap of opgroeien, maar ruimer ook de gezondheidszorg. Zowel binnen jeugdhulp als binnen kinderpsychiatrie zijn er nog steeds veel te veel jongeren die wachten op hulp. Dat blijkt opnieuw ook uit ons jaarverslag. Het gaat vaak om hulp die niet kan wachten. Niet gehoord worden in je zorgnood is ook een vorm van niet gehoord worden. Ik denk aan Yannick. Yannick die vraagt of elke minderjarige recht heeft op ouders. Yannick verblijft al heel lang in een voorziening en mist heel erg een eigen gezin. Het kinderrechtencommissariaat nam contact op met de voorziening om na te gaan hoe zij omgaan met zijn wens. We vernemen dat de hulpverleners dat een pleeggezin geen optie is omdat Yannick zware hechtingsproblemen heeft. De voorziening geeft aan hun best te doen om een netwerk van steunfiguren op te bouwen rond Yannick, bij wie hij af en toe terecht kan. Op die manier kan hij toch een band opbouwen met mensen buiten de voorziening. Of ik denk aan Kevin. Kevin die recht heeft op een persoonlijk assistentiebudget, maar die er geen krijgt omdat het budget op is. Hij is kwaad omdat specifiek voor zijn situatie het behalen van een diploma afhangt van dat PAB-budget. En hij beroept zich bij ons op het kinderrechtenverdrag. Ik denk aan een leerkracht, een zeer betrokken leerkracht, die tijdelijk voor een leerling zorgt. Het meisje heeft een geschiedenis in de psychiatrie, veroorzaakt door een heel, heel moeilijke thuissituatie. Ze kon na een crisisopvang in de kinderpsychiatrie nergens naartoe en wilde niet meer naar huis. Zo kwam ze bij de leerkracht terecht. Die zegt dat ze geen ervaring heeft met dit soort problemen. Het is gewoon heel erg betrokken. Het gaat momenteel erg slecht met het meisje, maar er is nergens plaats voor haar. Het gaat zo niet langer, geeft de leerkracht aan en er is kans op zelfdoding. Het kinderrechtencommissariaat is heel erg bezorgd over kinderen en jongeren die niet thuis kunnen opgroeien, die dus terechtkomen in de jeugdhulp en die daar breuken ervaren. Er is een gebrek aan continuïteit, zeker voor jongeren met een complexe problematiek. Omdat we daar echt mee aan willen werken om daar iets aan te doen, liefst op zo kort mogelijke termijn, is mijn team ook aan de slag gegaan en gaan spreken met de mensen van de netwerktafels geestelijke gezondheid, specifiek dan over de minderjarigen, dossiers die daar op tafel liggen, waar geen plek voor gevonden wordt. En de volgende maanden gaan wij praten met kinderen zelf en met hun ouders, dus kinderen die eigenlijk van voorziening naar voorziening soms gestuurd worden omdat het moeilijk is om opvang te vinden. De stem van de jongeren mag zeker niet ontbreken in de hele, in het beleid en in wat hier rond gebeurt, rond die doelgroep. Het gaat uiteindelijk om hen. Soms tonen ze ons vanuit hun ervaring ook nieuwe oplossingen waar we misschien niet aan gedacht hadden en waar we uit kunnen leren. Ik weet dat het een uitdaging is voor jeugdhulpvoorzieningen, voor scholen, om te gaan met die doelgroep en met jongeren die het moeilijk hebben op het vlak van gedrag ook. Het gaat vaak om jongeren die zich bevinden op het snijpunt tussen kinderpsychiatrie, jongerenwelzijn, misschien ook een beperking hebben. Maar toch is het belangrijk om hun stem te horen. Daarom hebben wij dan ook in oktober een studiedag georganiseerd, hier op dezelfde plek in het Vlaams Parlement, rond afzondering en isolatie. En daar waren mensen vanuit verschillende sectoren, kinderpsychiatrie, personen met een handicap, die sector, jeugdhulp, ook scholen, buitengewoon onderwijs. We hebben de stem daar gebracht van kinderen en jongeren, opnieuw met getuigenissen. En we zijn in dialoog gegaan met academici, beleidsmensen, praktijkmensen, om te kijken hoe kunnen we eigenlijk, wat kunnen we nog doen om kinderen tot rust te laten komen op een andere manier dan via ze af te zonderen. De bedoeling was dus echt inspiratie en goede praktijken delen. Naast het probleem van de capaciteit,
hebben we ook heel wat signalen en klachten gekregen van minderjarigen die in een voorziening wonen of in een pleeggezin en die eigenlijk zeggen, ik wil meer inspraak. Ik breng het verhaal van Lisa. Een begeleidster van een voorziening belt de klachtenlijn voor advies over de vertrouwenspersoon van Lisa. Lisa is 10 jaar. Ze werd in een voorziening geplaatst omdat haar ouders verwikkeld zijn in een vechtscheiding, wat de ontwikkeling van het meisje belemmert. Een vrouw uit het netwerk van Lisa vraagt om haar vertrouwenspersoon te mogen zijn. De moeder is akkoord, maar de vader weigert. Lisa zelf wil haar ook als vertrouwenspersoon. De begeleidster vraagt zich af hoeveel inspraak Lisa daarin heeft. Ik denk ook aan Milan. Milan is 15 jaar. Hij is door de jeugdrechter in een voorziening geplaatst en heeft sporadisch contact met zijn moeder, niet vaak dus. Met zijn vader heeft hij geen contact meer. Milan gaat regelmatig op bezoek bij een koppel dat hij goed kent. Ze zijn steunfiguren voor hem en hij noemt ze zijn steungezin. Milan heeft er een probleem mee dat de voorziening elke vraag om op bezoek te mogen gaan bij het steungezin voorlegt aan zijn ouders. Ook zijn vraag om op weekend te mogen gaan in het steungezin moet hij eerst voorleggen aan de consulent. Milan wil meer aandacht voor zijn vraag en voor wat hij nodig heeft. We merken in de klachten die we krijgen, als we dan daar dieper in duiken en met de partijen rond de tafel gaan praten ook, dat het altijd een personenziet verschil maakt. Een juf die echt in de jongeren gelooft, een begeleider die ja, er ook na zijn uren is en dan bereikbaar is en beschikbaar is. We zouden willen oproepen, we zijn ervan overtuigd, in functie van het meer horen van jongeren die in de jeugdhulp verblijven, of het nu een voorziening is of een pleeggezin, om sterker in te zetten op cliëntoverleg. En om sterker in te zetten op het recht voor jongeren op een vertrouwenspersoon. Je moet weten dat het soms gaat over jongeren met een heel zwak netwerk die helaas soms geen volwassenen hebben die continu in hun leven aanwezig is. Ze kennen hulpverleners in de voorzieningen. Het zijn heel wat breuken, dus ze maken opnieuw altijd kennis met nieuwe mensen. Personeel blijft ook vaak niet op één plaats, dus er is heel wat verloop. Dus banden opbouwen, die blijven en die duren, zijn superbelangrijk voor de jongeren. Wij zouden willen ook oproepen aan het beleid, maar zeker ook aan voorzieningen op het terrein om je deur open te zetten. Niet wantrouwig te zijn en echt in te zetten op het recht voor een vertrouwenspersoon. Voor kinderen en jongeren. Het zijn manieren om hen een stem te geven, om gehoor te geven aan die jongeren. Ik wil hier eventjes ook het project Jeugdrechtbank van de Toekomst vermelden. Een project dat in 2019 de prijs van de jeugdhulp won. Een prijs die overigens volledig in het teken stond van participatie, hè, ons thema van vandaag. Pleegjongeren hebben duidelijk een statement gemaakt in aanloop van dat project. Wij ervaren stress als we elke keer opnieuw naar de jeugdrechter moeten gaan. Ze hebben een toolbox ontwikkeld voor andere jongeren ook in de toekomst dus, om het eerste contact met de jeugdrechter wat gemakkelijker te maken. Wat zo mooi is aan dat project, is dat die jongeren dat eigenlijk zelf bedacht hebben en zelf oplossingen bedacht hebben voor een probleem. Naast onderwijs en jeugdhulp krijgen wij heel wat meldingen van problemen binnen de gezinssituatie. Dat gaat over verstoorde familierelaties, conflicten, scheidingen en geweld. Wij krijgen signalen van jongeren die het moeilijk hebben met de scheiding van hun ouders. En heel vaak willen zij meer inspraak hebben in hoe hun leven geregeld zal worden na de scheiding en in de verblijfsregeling. In rechtbanken worden jongeren de dag van vandaag nog te vaak niet betrokken, niet serieus genomen. Nog vreemder is het voor een kind als de zus van 12 jaar wel opgeroepen wordt en gehoord wordt door de familierechtbank en het broertje van 10 jaar, die eigenlijk ook zijn stem wil laten horen, niet gehoord wordt. Toch zijn rechters ook voor kinderen jonger dan 12 jaar verplicht om hen te horen als ze die vraag krijgen. Maar ze doen dat niet altijd, nog bij de familierechtbank, nog bij het Hof van Beroep. We hebben een melding gekregen van een jongetje van 10 jaar die gehoord wilde worden door de jeugdrechter omdat hij echt ongelukkig was met de verblijfsregeling die voorgesteld werd. De uitspraak was er nog niet op dat moment. We hebben hem vanuit het kinderrechtencommissariaat aangeraden om een brief te schrijven naar de rechter en daar is nooit een antwoord op gekomen. Het is ook zelfs nooit besproken geweest, zijn vraag of die brief. Naarmate kinderen ouder worden, willen ze uiteraard meer gehoor krijgen. Dat klopt, ze zijn zich meer bewust ook van wat ze willen, waar ze naartoe willen. Maar ook heel jonge kinderen, ik heb het daar straks al eventjes aangehaald, weten echt wel hoe een situatie eruit ziet en wat ze zouden wensen. En het raakt hen dan soms, als de volwassenen rond hen, het afdoen als beïnvloeding door een van de twee ouders. Wat ook opviel,
is dat er echt ook heel wat meldingen zijn die wij krijgen waarin er een rechter een dwangsom uitspreekt ten overstaan van één van de twee ouders om de uitspraak te doen naleven van de rechter. Die dwangsommen die leggen soms een hele hoge druk, want dat gaat soms over veel geld, op kinderen in dat gezin. Ik zou bijna kunnen zeggen dat dat een beetje chantage is. En ondermijnt ook hun recht op inspraak. We begrijpen waar die dwangsommen vandaan komen om een uitspraak te doen uitvoeren. Maar als de stem van kinderen niet genoeg gehoord is in die specifieke kwestie, is dat echt wel een probleem. Een vader neemt contact op voor zijn twee kinderen, 11 en 8 jaar. Er zijn al een tijdje moeilijkheden met de grootouders. Omdat familiale bemiddeling mislukte, zijn ze na een vonnis van de rechtbank bezoeken gestart in een neutrale bezoekruimte. Ook daar liepen de spanningen heel hoog op. De kinderen zeiden dat het zo niet meer ging. De rechtbank besliste geen gedwongen bezoeken meer op te leggen. Maar de grootouders gaan in beroep. De kinderen willen zelf spreken met de rechter, maar die weigert. Ze zijn jonger dan 12 jaar. De beslissing is inmiddels genomen. De kinderen moeten om de 2 maanden een dag naar hun grootouders met een dwangsom van onmiddellijk €250 als ze niet gaan. Soms willen jongeren ook zelf de stap kunnen zetten om hun verblijfsregeling te veranderen. Soms worden ze ouder, de relatie met de ouders verandert. Maar jongeren hebben helaas geen eigen rechtsingang. Ze zijn procesonbekwaam. Dus zij kunnen eigenlijk op dit moment, eens een rechterlijke uitspraak er is, nergens aankaarten dat een uitspraak absoluut niet in hun belang is. Ik denk hier bijvoorbeeld aan een klacht die wij kregen van grootouders die ons contacteerden en het volgende zeiden. Wij hebben 2 kleinkinderen. Onze dochter overleed begin dit jaar. De vader heeft een nieuwe partner en sinds hij een nieuw leven heeft, mogen wij de kinderen niet veel meer zien. 1 keer om de 2 maanden mogen ze op bezoek komen, terwijl de grootouders jaren voor die kinderen gezorgd hebben. De kleinkinderen missen ons en we zijn de enige band met hun moeder. Kan een ouder dan zomaar beslissen voor die kinderen? Hebben ze niet zelf het recht om contact te houden met familie? Het gaat om kwetsbare kinderen, zeker als er een vechtscheiding bijvoorbeeld mee gemoeid gaat. Dus we zouden echt willen oproepen om ook in die situaties te luisteren naar die kinderen. Wij pleiten voor een verplichte bemiddeling vooraleer juridische stappen gezet worden in de scheidingsprocedure en in die bemiddeling echt de stem van die kinderen centraal zetten. We pleiten voor een sensibilisering van het hoorrecht van kinderen bij rechters. Dat ook kinderen jonger dan 12 jaar iets te vertellen hebben. Echt wel weten wat ze willen en wat ze denken ook kunnen verwoorden. Rechters daarin ondersteunen, denk ik dat ook al een grote stap vooruit zou zijn. En we vragen ons ook af, wie ziet er eigenlijk toe op het feit of kinderen gehoord worden door de rechter? Momenteel is er niemand die daar eigenlijk echt een zicht op heeft. Het vierde thema is de vrije tijd. We hebben gemerkt in de klachten die we kregen dat sportclubs soms kinderen on hold zetten. Soms gaan sportclubs, voetbalclubs, volleybalclubs niet akkoord met het feit dat een kind naar een andere club wilt op een bepaald moment in het jaar. En dat is dan formeel niet op de juiste manier aangevraagd, waardoor een kind zijn sport tijdelijk moet stopzetten en eigenlijk maanden on hold gezet is en niet kan meedoen aan de competitie. Wij pleiten voor echt het naar voren brengen van de stem van kinderen en jongeren, ook bij aanspreekpersonen integriteit, die nu de meeste sportclubs al wel hebben. En voor een klachtenbehandeling die echt rekening houdt met de beleving van jongeren. Ik verwijs eventjes naar de kwestie van het naakt douchen in de voetbalclub in Berchem, die ook in de media geweest is deze week. Ook daar vragen wij ons af, is er eigenlijk voldoende aandacht nodig dat die jonge kinderen vaak dat ervaren, dat douchen? Ik denk ook aan jongeren die nood hebben aan ruimte om vrije tijd door te brengen met vrienden en te chillen. Zo kregen we vanuit de scholenoproep, die ik in het begin van mijn verhaal even vermeld heb, de volgende melding van een meisje. Chillen in het park? Ik was met een paar vrienden naar het park gegaan. We zaten allemaal op de grond aan het chillen. Toen kwam een oud vrouwtje naar ons toe. Ze begon tegen ons te schreeuwen, zonder reden, terwijl we niets fout deden. We probeerden met haar te discussiëren om te weten wat haar stoorde, maar ze wou er niets van weten. Ze bleef bij haar standpunt. Dan namen we de beslissing om gewoon naar een ander deel van het park te gaan. Als ik er nu aan terugdenk, begrijp ik niet waarom mijn vrienden en ik op dat moment het park verlieten. We hadden toch heus het recht om daar te blijven. Als ik dit nog een keer zou meemaken, zou ik me niet meer laten doen, omdat ik nu mijn rechten beter ken dan toen.
inzetten op kind- en jeugdvriendelijke steden en gemeenten in ons jeugdbeleid. Heel wat steden en gemeenten doen dat al vandaag. Maakt vaak voor jongeren op het terrein, in de steden, in de gemeenten, echt een groot verschil. Dus we juichen dat eigenlijk toe, dat daar nu heel wat aandacht al naartoe gaat. Voilà. Over het werk van het kinderrechtencommissariaat. Ik heb nu een heel verhaal aan jullie gedaan vanuit onze klachtenlijn, dus de ombudsmedewerkers van het kinderrechtencommissariaat. Maar natuurlijk is dat niet het enige wat we doen. We behandelen klachten, gelukkig maar. Hè. Dat waren die voelsprieten die ik daar straks even vermelde. Maar we geven ook advies. We geven advies op basis van de structurele knelpunten die wij krijgen van kinderen en jongeren, maar ook vanuit het middenveld bijvoorbeeld. En we doen dat niet vrijblijvend. We formuleren ook aanbevelingen in onze adviezen, op eigen initiatief of op vraag van het Vlaams parlement. Zo hebben wij het afgelopen jaar 12 schriftelijke adviezen opgesteld. 70 keer zijn wij lezingen of workshops gaan geven rond kinderrechten. We hebben artikels en opiniestukken geschreven in heel veel verschillende tijdschriften. We hebben ons jaarverslag van de commissie van toezicht voor jeugdinstellingen voorgesteld in maart. En daarnaast zijn wij ook lid van het netwerk van Europese kinderombudsmannen. INOC, een heel mooi, interessant netwerk, waarvoor we eigenlijk samen met de Franstalige kinderrechtencommissaris en KEKI, het Kenniscentrum Kinderrechten, een project gedaan hebben rond kinderrechten in de digitale omgeving. Zeer actueel, zeer relevant voor kinderen de dag van vandaag. En daar hebben jongeren aan meegedaan uit 18 Europese landen. En we hebben dan een Europees statement gemaakt rond kinderrechten binnen sociale media, digitale omgeving. Wat mag u van mij verwachten tijdens mijn mandaat? Het is mijn verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren een stem te geven in het beleid. Daarnaast wil ik ook absoluut opkomen voor hun rechten in individuele situaties. Via ons klachtenwerk, maar ook via overleg met academici, beleidsmakers, praktijkmensen uit het middenveld, allerlei organisaties, willen wij de vinger aan de pols houden over wat er leeft bij kinderen en jongeren en willen wij zeer graag het parlementair debat meevoeden. Het is mijn opdracht om ook een verbindende rol te spelen over de verschillende domeinen heen. Wonen, onderwijs, welzijn, jeugdhulp, mobiliteit, alle domeinen die kinderen en jongeren rechtstreeks raken. In 2020 wil ik de oproep die wij nu naar de scholen gedaan hebben echt gaan verdiepen. Het is de bedoeling om verspreid over Vlaanderen op bezoek te gaan bij verschillende settings, met ook wel een nadruk op jongeren in een kwetsbare situatie, om daar te gaan spreken met kinderen en jongeren over hoe zij dat nu ervaren, hun recht op inspraak. Participatie en inspraak vraagt om een houding. Ik ga jullie even laten kennismaken met Sophie. Ik weet niet of Sophie in de zaal zit. Ze ging komen, maar het is misschien niet gelukt. Sophie zit daar, geweldig. Ik ga jullie laten kennismaken met Sophie. Sophie is een juf die toneel en woord geeft in haar vrije tijd. Zij slaagt erin om eigenlijk op een heel natuurlijke manier naar jongeren te luisteren en hen mee de touwtjes in handen te geven in wat zij doet met de jongeren. En ze heeft het over die houding die ik daarnet al vermeldde. Ik ben leerkracht woord en ik geef 22 uur les aan de Academie van Herne. Ik geef les zowel aan kinderen die 8 jaar zijn, als aan jongeren en ook jongvolwassenen die 22 jaar zijn. En daar geef ik zowel toneel aan als spreken, als schrijven. Oké, goed. Go, go, go. Amuseer, Donder. En niet stressen, hè. Alles komt goed. We gaan een voorstelling brengen straks over huis. Alle situaties die voorkomen in huis. Ever? Have fun! We zijn begonnen vanuit improvisatie. En waar dat jongeren zoiets hadden van... Waarom moet dat hier eigenlijk? Of waar maken mijn ouders zich druk over? Zeg, Lies, je bent nu toch al een groot meisje, hè? Ga je de auto straks eens wassen? Oké, dan mag ik dan vanavond naar de ene griezelfilm kijken. Maar die begint om 22 uur. Zeg, nee, je bent nog veel te klein om zo laat op te blijven. Ik ben helemaal niet klein. Ik ben al 12. Hè? Kom aan, hè. Ik ben helemaal niet klein. Ik ben al 12. Weet je wat ik denk? Als we iets vragen om te mogen, zijn we te klein. Ja, en als iets moet, dan zijn we groot genoeg. Hier kan alles. Ik denk dat in mijn klas of in de ruimte waar ik speel, dat ze
dat het een van de enige ruimtes is waar je niets verkeerd kan doen. Niks. Als je vanuit dat standpunt vertrekt, is er al een zekere geborgenheid of een zekere veiligheid waar dat ze kunnen spelen. Vind ik een hele belangrijke. Zoetje, kijk nog een keer. Schrijf eens helemaal op Sophie in het midden. Mama in het midden, mama in het midden. Ja, oké, goed. Merci'tjes. Ja. Ik praat met hen zoals zij praten. Ik heb dezelfde taal. Ik leef gewoon met hen. En vanaf het moment dat je, als je boven hen blijft staan, dan gaat het nooit lukken. Als je naar beneden stapt en zegt van, ik sta op jullie hoogte, hè, dan pas ga je een band creëren die fundamenteel is voor het goed voelen van een jongere. Ja, je mag bij haar met alles terecht en zo, en ze helpt je ook. Of als je een beetje slechter voelt, dan, ja, dan probeert zij je weer, ja, vrolijk te maken en zo. Ik vind van dat jongeren het moeilijker en moeilijker krijgen. Ik vind dat de druk die wij op jongeren leggen, dat die zo fel is, dat dat voor jongeren niet meer leuk is. Want zij hebben zoveel te vertellen en zij voelen zich soms ook echt niet oké. Dus dat zijn zo de dingen die ik zeer belangrijk vind. Gewoon kunnen vertellen van, ik voel mij oké of ik voel mij niet oké. En dat is juist belangrijk, van dit niet goed. Dat mag en is zeker welkom ook in mijn les, want ik gebruik dat ook. Straks moet ik knallen. Speel de pannen van het dak. Amuseer, Dulder. Ga ervoor. Zijn we klaar? Ja. Doei, doei! Doei! Okay. Beschouw een jongere als iemand die echt wel iets te vertellen heeft. Die jongeren willen op een of andere manier hun stem laten horen, wat ik fantastisch vind. En daar heb ik de indruk dat wij als volwassenen daar niet naar luisteren. Heb jij jullie goed gewassen? Ja, mama. Maar in goed wassen, hè? Ja. Heb je tanden al gepoetst? Ja. Best wel spelen, Fink. En Iben, dat blauw wasetje. Dat is voor de poep, hè? Eikjes. Ik geloof dat ik met de manier hoe ik met mijn jongeren bezig ben, dat ik een wezenlijk verschil kan maken in hun zijn, in hun manier om met mensen of in de maatschappij te staan, maar ook dat zij durven hunzelf te zijn. Daar ben ik eigenlijk vast van overtuigd. Een hele mooie boodschap van Sophie. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat er al heel veel mooie praktijken zijn op het terrein. Ik ga daar zeker ook nog verder kennis mee maken het volgende jaar, volgende jaren. In jeugdhulpvoorzieningen, onderwijs, ook binnen de gezondheidszorg, vrije tijd, jeugdwerk, zijn er echt mooie initiatieven die werken rond inspraak. Ik kan ze vandaag niet allemaal benoemen, mijn excuses. Ik ben mij daar wel van bewust. Toch wil ik het niet nalaten om een oproep te doen. Ik ben overtuigd dat het nog beter kan en moet. Kinderen en jongeren moeten mee een plaats aan tafel krijgen. Heel vaak staan ze naast de tafel op het moment dat de beslissingen genomen worden, praten ze niet mee en dragen ze wel de gevolgen ervan. Ik wil kort een ervaring met jullie delen die ik zelf opdeed in 2017. Ik moest toen gaan spreken op een conferentie in Dublin, in Ierland, van EPIC. EPIC staat voor Empowering People in Care. Prachtige organisatie, die werkt met heel veel ervaringsdeskundigen en jongeren om jongeren uit de jeugdhulp bij te staan in hun zoektocht naar een zelfstandig leven. Ik moest daar gaan spreken over een onderzoek dat wij gedaan hadden. Ik kom daar 's morgens toe, een hele grote zaal, een ontvangsthal eerst en dan een zaal. En ik moet zeggen dat daar een hele speciale sfeer hing die ochtend. Veel volk, maar vooral zeer veel hele jonge mensen. Mooi gekleed, enthousiast, mede ontvangst aan het doen. Dus ik moet zeggen, ik was in de war gebracht, omdat ik dacht, ik ben op de foute plek terechtgekomen. Dat is hier een of andere studentenbeurs of een of ander feest, dat klopt hier niet. Maar mijn verwarring bleek volledig onterecht. Ik was wel degelijk aangekomen op de juiste conferentie. Ik ben naar voren gegaan, ik heb mijn verhaal daar gedaan. Er zaten zeer veel jongeren in de zaal. Het was een mix, het publiek. En na mijn verhaal ben ik echt gaan vragen, maar hoe zit dat hier nu? Dat is hier toch wat raar. Ik zie hier zoveel jonge mensen. En dan hebben de organisatoren mij ook wel gezegd, dat klopt, wij kiezen daar ook voor, dat is heel bewust en dat werkt. We doen dat al jaren. En van die 400 mensen die daar in de zaal waren om een hele dag over jeugdhulp te spreken en een zelfstandig leven opbouwen als je uit een voorziening komt, van die 400 mensen waren er 150 jongeren. Ik vond dat ongezien.
En ja, mooi. Die hebben ook getuigd die dag. Die hebben hun verhalen naar voren gebracht. Voor mij was het een beetje een kantelpunt en toch wel een eye-opener. Ik denk dat we ambitieus moeten zijn als het gaat over participatie en inspraak. Ambitieuzer dan vandaag. Participatie is een proces, maar dat zegt ook het VN-Kinderrechtencomité, maar het is vooral een houding. Echt luisteren is je openstellen. Je kwetsbaar opstellen en met belangstelling uitkijken naar de beleving van de ander. Het is de ander serieus nemen zonder meteen te oordelen. Echt luisteren en echt gehoor geven vraagt om je open te stellen voor verandering. Ik citeer Ellen Elda, een acteur en schrijver. Real listening is the willingness to let the other person change you. Ik spreek nu met u af dat ik volgend jaar opnieuw hier voor u sta, dat ik verslag uitbreng van mijn bevindingen. Ongetwijfeld ben ik tegen dan ontzettend hard veranderd. Dank voor uw aandacht. Dan geef ik nu graag het woord aan onze nieuwe coördinerende minister kinderrechten, minister Benjamin Dalle. Ik nodig de minister uit om een korte reflectie te geven op de bevindingen van ons jaarverslag. Na de minister, ik ga dat eventjes nu al melden, zal Jeff van Hemelrijk een lied voor ons brengen op de piano. Geachte mevrouw de voorzitter, mevrouw de kinderrechtencommissaris, geachte volksvertegenwoordigers, beste dames en heren, goedemiddag allemaal. Graag wens ik u van harte te bedanken dat ik hier vandaag het woord mag voeren bij de presentatie van het jaarverslag van de kinderrechtencommissaris. Net als voor u, mevrouw de commissaris, is dit voor mij een primeur. Als nieuwe coördinerend minister van kinderrechten kijk ik er alvast naar uit om intensief met u te mogen samenwerken. Het is ook fijn om te zien dat de vorige kinderrechtencommissaris aanwezig is, Bruno van Obbergen, die hier nog zeer recent is gevierd. Ik denk dat het grote schoenen zijn om te vullen, maar ik ben ervan overtuigd dat u dat uitstekend zult doen. Ik ben er ook van overtuigd dat we samen heel wat zullen kunnen realiseren, want net als u ben ik ervan overtuigd dat elke jongere, elk kind recht heeft op een gelijkwaardige en onbezorgde jeugd. En daar zullen we samen werk van maken. En we hadden eigenlijk geen beter moment kunnen kiezen. De kinderrechtencommissaris heeft het al aangehaald. Exact 30 jaar geleden keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het kinderrechtenverdrag in New York goed. Het verdrag was en is een mijlpaal voor de kinderrechten. Het verdrag erkende dat kinderen speciale, bijzondere aandacht verdienen. Het verdrag is een van de meest geratificeerde verdragen ter wereld. Een krachtig instrument om overheden te overtuigen en indien nodig ook te verplichten om werk te maken van een beleid dat aandacht heeft voor de soms heel specifieke noden van miljoenen kinderen overal ter wereld. Vandaag, precies 30 jaar na die goedkeuring, is het verdrag actueler dan ooit. Wereldwijd zijn er nog te veel kinderen voor wie kinderrechten geen evidentie zijn. Kinderen die opgroeien in armoede, in conflictsituaties of in oorlog. UNICEF bijvoorbeeld voorspelt dat tegen 2030 wereldwijd 10 miljoen kinderen zullen sterven voor hun vijfde verjaardag, ten gevolge van vermijdbare oorzaken. Dat minstens 22 miljoen kinderen geen kleuteronderwijs krijgen. En dat ongeveer 50 miljoen kinderen geconfronteerd worden met conflict, natuurrampen of armoede. Het zijn harde cijfers. En ook in Vlaanderen is er nog een lange weg af te leggen. Het is soms slikken wanneer we de verhalen horen van de kinderrechtencommissaris, ook wanneer we ze zullen lezen in het verslag. Verhalen die vaak te veel onder de waterlijn blijven. Nochtans zijn het die verhalen die we moeten horen. En de titel Jongeren willen echt gehoord worden kon dan ook niet beter gekozen worden. In een steeds sneller veranderende wereld, door digitalisering en internationalisering, zijn de noden en vragen van onze kinderen groot. En het beleid moet ook luisteren
naar de stem van kinderen. En luisteren alleen is niet genoeg. Het moet verder gaan. Het gaat over samenwerken, samenwerk maken van een krachtig beleid en inderdaad participatie zien als een houding. Een houding om te luisteren naar kinderen, een houding om ook inderdaad u te doen veranderen door wat kinderen vragen en zeggen. Want uiteindelijk zijn zij de beste ervaringsdeskundigen over hun eigen toekomst en ook over de toekomst van Vlaanderen. En elke minister binnen de Vlaamse regering die zal aandacht moeten hebben voor de rechten van kinderen, de belangen van kinderen, in elk beleidsdomein. En als coördinerend minister voor de rechten van het kind zal ik daar op toezien. Zal ik mijn collega's ook aanmoedigen om dat te integreren in hun beleid. Werk maken van een kindvriendelijk beleid is inderdaad een uitdaging van de voltallige Vlaamse regering en ook uiteraard van het Vlaamse parlement. Uiteraard wanneer het gaat over onderwijs of sport, bevoegdheden van mijn goede collega Ben Weitz, wanneer het gaat over welzijn, gezondheid, gezin van collega Beke, maar ook in alle andere domeinen. Of het nu gaat over mobiliteit, omgeving of zelfs leefmilieu, in al die domeinen moeten we bekijken met een kindreflex wat de impact is op kinderen en jongeren. Beste dames en heren, het zijn vaak harde verhalen en getuigenissen. En dat is confronterend, maar het hoeft eigenlijk ook niet te verwonderen. Want ook in ons land, in België, zijn de uitdagingen nog groot. Nog steeds groeien bijvoorbeeld 12% van de kinderen en jongeren op in een toestand van armoede. Nog steeds meldt 20% van de jongeren dat zij regelmatig gepest worden. Bijna 1 op 3 dak- en thuislozen is minderjarig. En zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan. En het zijn statistieken, maar het zijn niet enkel cijfers. En achter elke statistiek zit ook een verhaal. En ik vond het heel krachtig dat die verhalen hier ook aan bod zijn gekomen. Het verhaal van Lore, die op school extreem gepest wordt. Het verhaal van Felix, die niet echt gehoord werd door de leerlingenbegeleiding. Het verhaal van Milan ook, die opgroeit in een voorziening. En ook de moedige getuigenis van Jeff, die hier een zeer krachtig verhaal heeft gebracht over zijn eigen schoolloopbaan. Ook heel leuk dat jij hier aanwezig bent om dat te doen. Het zijn verhalen van jongeren die niet met dezelfde kansen opgroeien. Het is niet het verhaal van populaire influencers die een perfect leven hebben op Instagram. Maar het is de harde realiteit. En die komt soms hard binnen. En als Vlaamse regering willen we niet bij de pakken blijven zitten. De strijd tegen kinderarmoede is bijvoorbeeld een van de speerpunten van mijn collega Wouter Beke. Met de uitwerking van het groeipakket hebben we alvast een sterk instrument in handen om gezinnen te versterken. Vanaf dit schooljaar krijgen ouders automatisch waar ze recht op hebben. Zowel het basisbedrag, de participatietoeslagen, de sociale toeslagen en de vorige schooltoelagen. Daarnaast zal ik als minister van Jeugd ook de handen in elkaar slaan met collega Beke om mensen in armoede deel te laten nemen aan het verenigingsleven en aan het vrijwilligerswerk. Alle kinderen en jongeren moeten recht hebben op jeugdwerk. Recht op jeugdwerk, kind- en jeugdvriendelijke steden en gemeenten, het zijn belangrijke prioriteiten van het beleid van deze Vlaamse regering. Ook binnen mijn andere bevoegdheid media zijn er grote uitdagingen. De kinderrechtencommissaris verwees er al naar. Kinderen groeien vandaag op in een context die fundamenteel verschilt van vroeger. Nog nooit kwam verandering zo snel. Uit recent onderzoek van Universiteit Gent, Mediawijs en Media Raven blijkt bijvoorbeeld dat 95% van de jongeren tussen 6 en 18 jaar een smartphone heeft. Ik was 2 weken geleden in een schooltje in Brussel, de Kleurdoos in de Moutstraat. In het 5e en het 6e leerjaar, bijna iedereen had daar een smartphone. Als ik denk aan mijn eigen jeugd, het was na eerste kandidatuur rechten of in het midden voor kerstmis dat ik een gsm kreeg. Onze jeugd roeit vandaag in heel andere toestanden, in heel andere situaties en in een heel andere context op. Ook heel opmerkelijk, 1 op 3 jongeren doet aan sexting en stuurt naaktfoto's door naar elkaar. 30% van de jongeren geeft aan dan soms weer een troll te zijn op sociale media. Ook fake news is een belangrijke uitdaging. En in zo'n context is inzetten op mediawijsheid bij jongeren van cruciaal belang. Artikel 17 van het verdrag, we hadden in een tijd dat dit nog niet zo actueel was, had het wel al begrepen. Kinderen hebben recht op toegang tot passende, tot correcte informatie. In bijzonder wordt er gewezen op informatie die gericht is op het bevorderen van zijn of haar psychisch en moreel welzijn.
En in een steeds meer digitale wereld moeten we erover waken dat dit ook vandaag nog gegarandeerd is. Kinderrechten moeten inderdaad ook online gelden. Zowel bij het verspreiden van nieuws als op het vlak van de privacy zijn de uitdagingen groot. Of het nu gaat over Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook of TikTok. Zij moeten ook hun rol opnemen. In Vlaanderen kunnen we dat ook aanpakken, kunnen we ook maatregelen nemen. En inderdaad, fake news is vandaag een grote uitdaging. Maar fake news zullen we nooit kunnen bannen. We moeten er vooral voor zorgen dat onze kinderen en jongeren er op een intelligente manier mee kunnen omgaan, dat ze gewapend zijn om goed te begrijpen wat correcte informatie is en wat misleiding is. Influencers, jeugdbewegingen en verenigingen kunnen jongeren helpen om te gaan met die nieuwe realiteit. Maar jongeren moeten vooral ook ruimte krijgen om jong te zijn. Ja, om ook fouten te maken. Jeff heeft ernaar verwezen. Hij zegt, normaal krijg je een tweede kans. Laat Vlaanderen vooral de plaats zijn waar kinderen en jongeren een tweede kans krijgen. En indien nodig ook een derde en een vierde kans. Want experimenteren, dat is een belangrijk iets voor jongeren en kinderen. Om te weten dat hun rechten gegarandeerd zijn, moeten we hen ook de mogelijkheid geven om te experimenteren, om desnoods fouten te maken en om ook een tweede keer een kans te krijgen. En ja, soms zijn die jongeren averechts. When they said pull down, I pulled up. Zo zingt Bruce Springsteen in zijn song Growing Up. Ja, jongeren en kinderen zijn soms rebels, hebben hun eigen gedacht over hoe het moet gaan. En laat ons als beleidsmakers vooral maar luisteren naar al datgene wat averechts is. Naar hun ideeën, dromen en ambities. De toekomst die zal gemaakt worden door jongeren en kinderen. Dames en heren, in een wereld waar populisme en polarisering soms sterk doorklinken, is het ook goed om stil te staan bij waar we echt in geloven. Mensenrechten, rechtsstaat, democratie, het zijn belangrijke principes die ook vandaag meer dan ooit actueel zijn. En ook grote en belangrijke verdragen, zoals het Verdrag van New York over de rechten van het kind, zijn daar een voorbeeld van. Zo'n tekst herinnert ons aan op welke belangrijke principes onze democratie is gestoeld, over wie we zijn en waar we voor staan. Jongeren die groeien op in een andere wereld dan 30 jaar geleden. De uitdagingen mogen dan misschien wel verschillend zijn. De fundamentele rechten van alle kinderen die blijven dezelfde. En in die nieuwe context moeten we ook het debat blijven aangaan over hoe we het VN-kinderrechtenverdrag in de nieuwe wereld moeten lezen. En daarbij moeten we vertrekken, niet vanuit de Wetstraat of het Martelaarsplein, maar vanuit de leefwereld van onze kinderen zelf. En in die zin is het kinderrechtenverdrag veel meer dan enkel een basistekst met rechten. Het is de aanzet tot een dynamische dialoog, een aanzet tot een echt gesprek tussen de generaties, een levende tekst die als doel heeft te garanderen dat elk kind recht heeft op gelijkwaardige kansen en een onbezonnen jeugd. Daar wil ik heel graag de komende jaren met u werk van maken. Het jaarverslag van de kinderrechtencommissaris is alvast een uitstekende basis om dat werk te doen slagen. Ik kijk uit naar de samenwerking. Ik dank u. Geef me even, geef me even, geef me even, leven bleef me, 7 op 7 haten, ik wilde weten waarom we bleven, leven als we het even goed ook konden laten, want in pijn en verdriet zag ik vaak het antwoord niet buiten mijn geest die het hier verliet. In de heat of the moment wordt er veel gedacht, veel geleid, geleidelijk met de tijd voelt de strijd een eeuwigheid.
Een strand met palmbomen, daar moeten we zijn. Aangestrand in kalme dromen, doen de zorgen minder pijn. Ik pak de eerste trein, naar niet meer hier zijn. Ik wil de grenzen breken en weer een dier zijn of de mensen buigen. Die van papier zijn, een vampier zijn of een stier zijn, maar het liefst van al niet hier zijn. Ik ga misleiden, om mezelf te bevrijden. We moeten strijden, lijden, onszelf slopen, hekken kopen, om niet over ons te laten lopen. Prijzen zijn weer opgelopen, terug deinzen, weglopen. Ik zie de weg lopen en ik weet niet waar hij naartoe gaat. Ik negeer hem vaak, hem lopen is mijn taak, het is mijn oorzaak. Daarom wordt hij gevolgd, is mijn zaak. En daarom wordt hij vervolgd. Om de haverklap zet ik een daverstap naar nergens. En daar voorbij in deze vage grap die ik niet snap, maak ik nooit, 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 nooit mezelf blij. Mezelf als illusie is de laatste die ik doorzie. Ik dans altijd naar mijn eigen pijp. Nuchter en scheef zelfs, in mijn lijpen iedereen aan het grijpen naar zijn eigen begrijpen. En ik heb iets begrepen van de knepen van het vak. Niet ongerust zijn, onbewust zijn, alles gaat op het gemak. Strak plan, een bakpan, ik bak er niks van. Ik pak de fiets van, ben de misman. Oei, ik ben misman, ja het is... Ik ben de pastoor, ik had het pas door. Ik wil er vandoor, shotgun, ik zit van voor. Je hebt mij gehoord, ik heb het erin geboord. Ik ben ervoor geboren, uitverkoren. Tot het storen aan mijn ego. Het voelde leeg zo. Zo melig als deeg, doe. Geef me even. Geef me op zeven haten. Ik wilde weten waarom we bleven leven als we het even goed ook konden laten. Want in pijn en verdriet zag ik vaak het antwoord niet buiten mijn geest die het hier verliet. In de heat of the moment wordt er veel gedacht, veel geleid. Geleidelijk met de tijd voelt de strijd een eeuwigheid. Bedankt, chef, voor uw prachtig lied. Echt waar. Iedereen werd er stil van. Het was echt pakkend. Bedankt ook, minister Dalle, voor uw toespraak. Ja, ik ga daar veel dingen uit onthouden. Ik vond het heel boeiend en ik kijk ook heel erg uit naar de verdere samenwerking. Nu heb ik de eer om onze voorzitter van het Vlaams Parlement, mevrouw Homans, naar voren te vragen. Ze mag hier plaatsnemen in een zeteltje. En haar plechtig ons jaarverslag te overhandigen. Ik ga het erbij halen. Ik zal terug rechtstaan. Ja. Dank u wel. Voilà. Wij gaan eventjes van gedachten wisselen, ja, over de bevindingen van het jaarverslag en de samenwerking tussen het Kinderrechtencommissariaat, mm-hmm, en het Vlaams Parlement. Wat kunt u, dus ik zal de eerste vraag eventjes stellen, wat kunt u als voorzitter van het Vlaams Parlement concreet doen met de aanbevelingen uit ons jaarverslag? Ja, veel denk ik wel. En ik wil u in eerste instantie ook feliciteren met toch wel een zeer lijvig verslag waar het eigenlijk de noden van de kinderen, maar ook van jongeren centraal staan. Het was bij momenten echt wel heel emotioneel ook, die getuigenissen. Maar als mama van twee zonen van 12 en 15 soms ook wel heel herkenbaar. Ik denk dat het, en ik heb al een aantal parlementsleden gezien hier.
Voilà, daar onder andere, ook daar. Ik denk dat het goed is dat de parlementsleden de moeite en de tijd nemen om dit jaarverslag echt ten gronde doornemen en dat ook meenemen in hun parlementair werk. Ik denk dan niet alleen aan vragen om uitleg, maar bijvoorbeeld ook voorstellen van decreet, bijvoorbeeld ook aan de ministers vragen stellen, bijvoorbeeld voorstellen van resoluties doen. Alle zaken die zij kunnen, alle instrumenten die zij in handen hebben als parlementslid om de regering. En ik ben ervan overtuigd dat minister Dalle echt wel uit zijn hart gesproken heeft en meent wat hij heeft gezegd. En dat hij zijn uiterste best gaat doen om hier echt werk van te maken. Maar alle beetjes helpen, nietwaar, meneer de minister? Dus het parlement zal u daar zeker graag bij ondersteunen. Dus ik denk dat echt wel belangrijk is. Wat natuurlijk ook wel goed is, is dat dagen zoals vandaag ook een impact kunnen hebben. U hebt zelf verwezen in uw toespraak naar een studie die dag over afzondering en isolatie vanuit de ervaring van jongeren en kinderen. En ik herinner mij dat er naar aanleiding van die studiedag ook een aantal actuele vragen zijn gesteld hierboven, dus in de koepelzaal. En dat er ook redelijk wat media-aandacht voor was gekomen. Ik zeg niet dat dat kwam door die actuele vragen, maar er is wel wat media-aandacht aan besteed. En ik denk dat dat wel goed is dat we dat op deze manier ook doen. En ik kan ook garanderen, mevrouw, dat ik er als parlementsvoorzitter absoluut ga overwaken dat uw onafhankelijkheid ook gevrijwaard wordt en blijft. Zoals mijn voorganger, collega Peumans, gewezen collega Peumans, dat ook altijd zeer goed gedaan heeft. Ik denk dat dat absoluut noodzakelijk is. En om natuurlijk ook die onafhankelijke rol te kunnen blijven opnemen, zal ik er ook voor zorgen als voorzitter van dit parlement, dat u natuurlijk ook gefaciliteerd wordt om dat te kunnen doen, door bijvoorbeeld ter beschikking stellen van zalen, maar u ook te ondersteunen waar mogelijk en waar nodig en waar u zelf het nodig acht om bijvoorbeeld allerlei zaken, studiedagen en dergelijke meer te onderzoeken. Ik kan u zeggen, in het Vlaams parlement, net zoals in de Vlaamse regering, vindt u ook een partner. En dan word ik natuurlijk verondersteld nu een vraag aan u te stellen. Welke nieuwe of andere accenten zou u willen leggen in uw mandaat? Het mandaat duurt 6 jaar. Hè. Dus ik ben net een kleine 4 maanden geleden begonnen. Ik wil het vooral stap voor stap aanvatten en dus ook wel rationeel, samen ook met het team kijken van oké, wat zijn de grootste noden, wat zijn de prioriteiten, waar moeten we zeker iets aan doen en hoe gaan we dat wat spreiden in de tijd, wat gaan we eerst oppakken. We zijn nu echt ook wel bezig met het opmaken van ons beleidsplan, dus ik wil dat afronden sowieso tegen het eind van het jaar. Wat ik sowieso wil doen is blijvend aandacht vragen zoals we vandaag gedaan hebben. En ik ben heel blij dat jullie beiden eigenlijk, die ook hier gesproken hebben, dat delen. Dat we de stem van kinderen en jongeren nog meer op de voorgrond moeten brengen. En de strijd tegen kinderarmoede, minister Dallen heeft er ook naar verwezen, ik heb het in een aantal interviews ook al gezegd, vind ik cruciaal. Wij merken dat armoede dicht vaak in onze klachten op de achtergrond aanwezig is. Dus mensen bellen niet naar ons met de boodschap, het lukt niet want ze zijn arm. Maar heel vaak heeft het te maken met zware moeilijkheden, onder andere ook echt wel te wijten aan hun economische, socio-economische situatie. Dus die kinderarmoede schendt eigenlijk heel wat rechten uit het kinderrechtenverdrag. Vandaar dat we denken, we moeten daar werk van maken om ja, de stijging eigenlijk te kenderen en om de manier te vinden eigenlijk om dat op een effectieve wijze aan te pakken. De klachtenlijn verder op de kaart zetten. Ik heb het daar straks gezegd, die 1218, dat is voor mij, ik ben daar echt van overtuigd, dat is het topje van de ijsberg. Ik ben er zeker van dat er veel kinderen contact nemen met AWEL, die eigenlijk misschien voor ons zijn, die een schending van een recht eigenlijk met zich meedragen en daar ergens gehoor zoeken, maar die ons niet kennen, dus, of die dat niet durven, of die AWEL makkelijker vinden. Dus ik denk, wij gaan dat blijven op de kaart zetten, die klachtenlijn, bekendmaken, ook naar doelgroepen die we momenteel misschien wat moeilijker bereiken. En samenwerking opzetten met eerste lijndiensten, zoals een AWEL. Hè. Die krijgen ook echt duizenden oproepen. Dat ze zien, vanaf het moment dat die mensen bij AWEL merken van ja, eigenlijk die vrijwilligers, dat is hier eigenlijk voor het kinderrechtencommissariaat, want dat is een kinderrechtenschending, dat ze goed de weg ook naar ons weten te vinden. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke evoluties die echt nu bezig zijn, waarvan ik denk, daar moeten wij ook rond werken. Ik denk aan het inclusief onderwijs voor kinderen en jongeren met een beperking. Ik denk aan de persoonsvolgende financiering voor jongeren met een beperking. Die is nu al ingezet voor volwassenen, maar nog niet voor jongeren. Daar botsen ze toch voor de volwassenen bij de implementatie ook op een aantal problemen. Dus ik wil mee erover waken dat dat goed verloopt als dat geïmplementeerd wordt voor jongeren. En het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht. Dat gaat ook echt een aardbeving is misschien een groot woord, maar dat gaat toch een hele grote
wijziging met zich meebrengen voor jongeren in de jeugdhulp, die dan normaal gezien in een gemeenschapsinstelling terechtkomen. Heel dat landschap wordt aangepast. Dus voor die drie grote topics, denk ik, is het aan ons om te adviseren vanuit onze expertise van kinderrechten. Hè. Ik doe dat niet alleen, ik heb een team van 20 mensen die elk bepaalde thema's zeer, zeer goed kennen. Dus dat gaan we doen. En daarnaast kunnen wij ook die evoluties volgen met onze klachtenlijn. Bijvoorbeeld voor persoonsvolgende financiering of het decreet jeugddelinquentierecht. Wij blijven openstaan als klachtenlijn. Als wij klachten krijgen, gaan we daar iets mee doen. Gaan we dat tijdig bundelen en aan het beleid overmaken van pas op, hier loopt het mis. Dus dat is wel de bedoeling om ook in die inhoudelijke topics dit jaar al om daarin te duiken. Ja. Ik heb nog een vraag voor u. De rode draad van het jaarverslag is: kinderen willen echt gehoord worden. Ziet u mogelijkheden om de kinderen in het Vlaams parlement ook effectief aan het woord te laten komen over zaken die hen aanbelangen? Ja, ik denk het wel. Hè. Onder het motto kinderen en jongeren willen gehoord worden, denk ik dat het wel mogelijk moet zijn om ook bijvoorbeeld jongeren en kinderen uit te nodigen in commissies. Tijdens hoorzittingen, tijdens gedachtenwisselingen. Want nu is het eigenlijk altijd iemand anders die in hun naam spreekt. En ik denk niet dat dat altijd even goed is voor die jongeren en kinderen. Natuurlijk wel een groot probleem hier is de privacy. Dus ik denk, en ik kijk nu eventjes willekeurig naar de griffier van het Vlaams parlement, die hier toevallig vlak bij mij zit, dat we dat toch echt wel serieus moeten onderzoeken. We kunnen dat bijvoorbeeld ook achter gesloten deuren doen. En dan is het de problematiek van de privacy is dan eigenlijk al wel grotendeels van de baan. Maar ik denk dat een getuigenis door een jongere of een kind zelf veel meer weerklank gaat vinden bij parlementsleden. En ik zeg niet dat parlementsleden het anders niet op serieus nemen, dat heb ik niet gezegd. Maar dat gaat veel meer weerklank vinden en steun vinden bij parlementsleden die denken van ja, nu heb je dat eigenlijk echt wel rechtstreeks uit de mond van een jongere of een kind gehoord. Dus ik wil er nu effectief ook wel mee aan de slag gaan. Dus ik denk dat dat absoluut een mogelijkheid is. Ik heb nu verwezen naar de griffier, maar we hebben natuurlijk ook commissievoorzitters. Er zijn parlementsleden die ook de regeling van de werkzaamheden in de commissie bepalen. Dus ik denk dat absoluut een meerwaarde zou betekenen. En niet alleen voor het parlement, want wij zijn natuurlijk alleen maar om eigenlijk beleid te voeren en het beleid uit te voeren, niet alleen voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor kinderen en voor jongeren. Maar dat het vooral ook ten goede zou komen aan die jongeren en die kinderen die effectief ook hun stem willen laten horen. Ik weet niet of dat bijvoorbeeld Jeff een verschil had gemaakt. Jeff, moest je dan toch ooit de kans hebben gehad om je verhaal hier in het parlement eens te komen vertellen, hoe dat het eigenlijk allemaal zat. Terwijl dat we misschien gewoon de kinderrechtencommissaris, met alle respect voor uw mandaat, mevrouw, dat het misschien wel meer impact had gehad. Ik weet niet hoe dat de jongeren er zelf over denken, maar ik ben er in ieder geval absoluut de voorstander van om dat toch proberen te organiseren met respect voor de privacy. Dus ik denk dan wel achter gesloten deuren. Nu natuurlijk, u bent vrij om zoveel mogelijk op te treden als spreekbuis voor de jongeren en ook voor de kinderen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om hier in dit parlement, en we zijn ook in het parlement en als parlementsvoorzitter, mee te geven dat we eigenlijk moeten afstappen van hoe dat het eigenlijk altijd in het verleden werd aangepakt. Hè. Uw voorganger ging eigenlijk de commissies af om het jaarverslag voor te stellen, om bijvoorbeeld ook nog andere onderzoeksresultaten die u had of het kinderrechtencommissariaat had, om die te gaan toelichten in altijd dezelfde commissies. Jeugd, onderwijs en misschien welzijn, dat waren de drie voor de hand liggende. Ja, waarom dan niet uitbreiden naar gelijke kansen? Ik denk dat dat een heel grote opportuniteit is, inburgering. En ik denk ook met de nieuwe bevoegdheid justitie en de nieuwe commissie justitie wat jeugddelinquentierecht betreft, en u hebt er zelf ook naar verwezen en minister Dalle ook in zijn toespraak, dat dat echt een opportuniteit biedt om los van die drie traditionele commissies waar eigenlijk ja, natuurlijk ook altijd wel dezelfde parlementsleden zitten, dat uw stem en de stem van de jongeren en van de kinderen nog meer en breder kan gehoord worden om ook, en u mag je opdringen hè, aan die commissies. En als het niet lukt, dan komt u maar naar mijn bureau en dan zal ik samen met u aandringen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze dat echt wel gaan willen doen. Maar dat is absoluut een meerwaarde dat de resultaten van alle onderzoeken, dat de jaarverslag niet alleen in de drie traditionele commissies wordt besproken, maar dat dat gewoon wordt opengebroken en eigenlijk verbreed naar veel meer commissies. Want er gaat, en minister Dalle heeft er ook in verwezen naar zijn speech, er wordt
in zoveel beleidsdomeinen moet er rekening worden gehouden, en ik gebruik heel expliciet en bewust het woord moet, met de rechten en de noden en de plichten van jongeren en kinderen. Dus een van mijn aanbevelingen, als ik dan zo vrij mag zijn om dat te doen, aan jullie is, ga alsjeblieft naar die commissievoorzitters en zeg van, wij willen ook in deze commissie gehoord worden. Mooi voorstel. En dan mooi heb ik voorstel. Nog een kleine, een zeer korte, want ik denk dat we al behoorlijk over tijd aan het gaan zijn. En ik word hierboven verwacht binnen 10 minuten of zo, denk ik. Nog een half uur. Allee, ik ga nog naar het toilet. Dat is goed. Een heel korte vraag. We zijn eigenlijk, en ik denk dat wij alle twee mama zijn van redelijk jonge kinderen. Die van mij zijn 12 en 15. In dat filmpje van... Ja, voor alles wat we vragen zijn we te jong. Maar als we iets moeten doen, zijn we toch wel oud genoeg om het te moeten. Heel herkenbaar. Maar een soortgelijk profiel. Voor mij is deze job eigenlijk ook compleet nieuw. Voor u ook. Is het u bevallen? Ja, ik ben net begonnen, maar het bevalt mij ontzettend. Ik ben nog maar 4 maanden bezig en ik heb het gevoel dat ik eigenlijk al een jaar bezig ben. Ik denk dat dat komt omdat het zoveel thema's zijn en omdat het zoveel verschillende gesprekspartners zijn en het veel is gewoon en heel druk. U krijgt druk. Nog meer gesprekspartners met uw nieuwe commissies, hè? Fijn, ik kijk er naar uit. Absoluut, absoluut. Ik heb ook een geweldig team, dus dat helpt natuurlijk. Maar het is zeer, zeer boeiend en ik heb ook in het begin... Eigenlijk vind ik dat ik op een goed moment ben kunnen starten. Het was... Een beetje kalmer, om het zo te zeggen. Er was nog geen regering, het was augustus. De activiteiten waren hier zo op een iets lager pitje. Mm-hmm. Dus ik heb echt de kans gekregen om het team heel goed te leren kennen, om de thema's, om me helemaal in te werken in alle verschillende thema's. Dus ook om al echt brainstormen over ons beleidsplan. Dus het was een goed moment. En het is een fantastische job om te doen. Dus ik ben blij. Oké. Okay. Ja. Dan wens ik u nog heel veel succes samen met uw medewerkers. Ja. En ik ga ervan uit dat u mijn aanbevelingen wel ter harte zal nemen. Ik ga ze zeker noteren in ons plan. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Homans. Zo, we zijn inderdaad, vrees ik, een heel klein beetje over tijd gegaan. Mijn excuses. We zijn aan het einde gekomen van onze presentatie. Ik wil jullie allemaal echt uitdrukkelijk danken voor jullie komst en jullie aandacht. Het was bij momenten zo stil dat ik dacht, ze zijn... Echt heel aandachtig. In het bijzonder wil ik toch nog eventjes een woord van dank zeggen aan mijn team. Die geven dag in, dag uit het beste van zichzelf voor de rechten van kinderen en jongeren. En ook in aanloop naar vandaag hebben ze weer enorm, enorm veel werk gepresteerd. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Dus dank u wel. Dan nodig ik iedereen nu uit voor de receptie. Hier vlak achter ons, dus dat is niet ver. Voilà, dank u.